opwachting maken voor Frank van Houten met zijn Sukhoi 26 MX. Een bijzonder vliegtuig. Het is de Ducati onder de vliegtuigen. Eens kijken hoe snel dat rolt. En u hoort die krachtige motor, hoe die werkt. Ook weer door dat goede carburateursysteem wat aanwezig is in het vliegtuig. Dat de motor niet gaat sputteren of de motor zal volgen. Downwind. Ja, en als je dan zo'n toestel omhoog trekt, dan komen daar natuurlijk wel wat krachten op. Hoog, hoog, links, hoog. En we rollen door. Het toestel heeft een enorme propeller, vandaar het aparte geluid. Ja, die jaks die komen nog aan beurt, hè? Oranje met zwarte kleuren schema is ontworpen door de Italiaan Mirko Pecorari, een art studio designer die ervoor zorgt dat de prachtige mooie kleuren op het toestel bespoten zijn. Nou, naast mij staat Stief Dijk. Stief die weet alles van kunst. Stief, vertel eens er wat van. Dit is Sukhoi 26 MX. Het is een Engel-persoonsvliegtuig uit de 80e jaren. Eigenlijk heeft de voormalige Sovjet-Unie besloten om de wereld te veroveren op aerobatic competitiegebied. En dit vliegtuig is specifiek daarvoor ontworpen. In begin half jaren 80 eigenlijk. De Ducky Towers vliegen. Die vloog eerst mee en behaalde hele goede resultaten. Het Westen wisten niet wat ze zagen. Ze waren gewend niet meer dan pit specials te zien. En in één keer kwam dit fenomenale vliegtuig aan de pas. Nog steeds een wereldkampioen vliegtuig. Draait gewoon mee met de allernieuwste westerse vliegtuigen. Deze is ook specifiek gebouwd voor export. Heeft daardoor een aantal verschillende dingen dan oorspronkelijk op het vliegtuig zat. Zoals integrale brandstoftanks in de vleugel om wat afstand te krijgen. Frank van Houten vliegt al jaren displays, vroeger in een pit special. Sinds een paar jaar is hij Sukhoi. Wat hij nu deed, waren snap rolls bovenin, zogenaamde airbags. Snap rolls. Dus wanneer je één vleugel laat overtrekken, en daardoor draait het vliegtuig heel snel om zijn assen heen. Sneller dan gewoon een roll. Een vertical roll nu blijft hij draaien. Voor de torque roll, dus het vliegtuig valt als het ware naar beneden en dan stopt hij hem om verder zijn snelheid op te halen. Ik ga even met het water in de wereld. Weer van die prachtige mooie snapholes. En u ziet aan de rook hoe sterk de wind bovenin is. En het was in ieder geval zeggen, een revolutionair ontwerp. De tijd dus ver vooruit was. Fysiek onbreekbaar in de lucht met een wendbaarheid en een PK gewichtsverhouding die ongekend was. Over Frank van Houten zelf heeft hij wat info gegeven. Hij zegt, ik ben al mijn hele leven een gepassioneerd luchtvaartenthousiast. Ik ben op jonge leeftijd begonnen met vliegen.
Een vliegbuffet had hij dan ook ver voordat hij met zijn rijexamen begon. Een kwestie van prioriteit. Militair vlieger is hij geweest. Vliegopleiding gelopen. Hij heeft bij de linkshelikopters van de marine gelopen op de kooi Valkenburg. Aan boord van militaire en marine fregatten en schepen. Ik ga daar naar de kansen over te stappen naar de P3 Orion patrouillevliegtuigen. PVS heeft hij geschoten. En hij is dus nu overgestapt naar de burger luchtvaart. Toestand natuurlijk met zo'n 268, zo'n 360 pk. Deze M14 PF engine heeft dus 400 pk. En is ontworpen in de basis van de Sukhoi 26.